Goeiedag, mijn naam is Hans Brokmans, ik ben de redacteur bij Doorbraak en we hebben een gesprek met Ivan Van de Kloot. Hij is hoofdeconom bij de stichting Berito. En we laten het misschien eerst hebben over um, Amerika. We, we zien momenteel dat in Europa de politici eigenlijk verlamd zijn geraakt door de woorden van Trump in verband met de NAVO, zijn doodzwang. Um, en de verkiezingsoverwinning van, van Trump staat eigenlijk al volgens sommigen in de sterren geschreven. Uh, wat op zich paradoxaal is, want de Amerikaanse economie doet het vrij goed. Dankzij Biden, zou men kunnen zeggen. Ja, als we nu gewoon een aantal feiten overlopen, is het inderdaad zo dat er een aantal zaken best goed lopen in Amerika. Uh, dus uh, Amerika heeft vlot een, groei, een economische groei van boven de 2 Europa blijft hangen onder de halve procent. Dat is fors beter dus. Uh, ook allerlei belangrijke programma's die voor zijn kiespubliek belangrijk zijn, zoals de armoede onder jongeren is schalveerd, uh, de lonen van de arbeiders, van de laagste inkomens toch wel opmerkelijk zijn fors gestegen, en dat is uh, al sinds dat, uh, we moeten daar twee dingen over zeggen, dat is natuurlijk heel goed voor zijn uh, kiespubliek. Anderzijds is dat ook al voor hem gestart. En als we de statistiek bekijken, sinds 2015 stijgen die lonen forser. En dat is echt wel opmerkelijk. Hè? Dus we hebben een, een reële loonstijging boven inflatie voor die laagste inkomens in Amerika van 20%, wat gemakkelijk twee keer sneller is dan voor hogere inkomensgroepen. Ik hou altijd wel een enige reserve erbij. In de zin van is dit nu echt een structurele verandering in de maatschappij? of een meer conjuncturele. De bedrijven doen het zeer goed natuurlijk. Ja, ze zien, we zien ook dat ze enorm veel investeren. Hè. Dus uh, in zo'n parameter als fabrieksgebouwen uh, die neergeplant worden, dat is toch wel echt de harde economie die het sterk doet. Er is natuurlijk dat befaamde beleid van uh, Biden op dat vlak, de, in de Inflation Reduction Act, waar hij heel veel honderden miljarden in de economie pompt en heel veel industrieel beleid voert. Uh, om de verwerkende nijverheid terug in Amerika te behouden. De Amerikaanse verwerking? verwerking ja, dus. De, de pure subsidies aan het Amerikaanse bedrijfsleven. Ja, en dat kunnen wij natuurlijk van ons, ons perspectief minder appreciëren, maar voor zijn agenda is dat toch wel. Hè, wij krijgen soms op basis van beelden: Ja, dat is, Biden is een stokoude man die het allemaal niet meer goed weet. Maar wij weten eigenlijk dat uh, in het verleden, als de economie het goed draait, dat dat in theorie een goede steun zou moeten zijn voor de zittende president. Er zijn natuurlijk altijd uh, bredere negatieve fenomenen. Hè. We hebben de begroting die natuurlijk grote tekorten oploopt, maar dat zal ook onder Trump het geval blijven. Uh, want dat bindt hun eigenlijk, die twee partijen in deze tijden, van ze geven allemaal veel geld graag uit en ze letten niet veel op de begrotingstekorten. En ja, voor de wereld en het Westen, die subsidieopbod, uh, dat is eigenlijk niet gezond. Het speelt eigenlijk bijvoorbeeld Europa en Amerika uit, elke, uit elkaar. We kunnen natuurlijk een aantal scenario's maken, van wat als... Ja, het scenario Trump... En het scenario Biden uh, ja. gaat dat compleet de, de andere richting uit, of? Zijn uh, wel gelijk voor, voor Biden kunnen we verwachten dat er meer van hetzelfde komt, met een versterking van bepaalde accenten. Je moet goed weten dat uh, Biden had eigenlijk zijn Build Back Better plan in 2021. Dat was een plan van meer dan 3.500 miljard dollar. Heel veel daarvan is niet gerealiseerd kunnen worden. Door Republikeinse tegenstand in het congres. Uh, dat zou wel eens kunnen veranderen, moest Biden een tweede mandaat krijgen. Vooral ook omdat hij een grote hefboom kan hebben, omdat er in 2025 veel van de belastingsverlagingen die Trump destijds door het congres heeft geloodst, tot voor, op vervaldag komen. En dan krijg je natuurlijk de mogelijkheid dat Biden zou zeggen: oké, okay, jullie aanvaarden een groter deel van mijn plan. En dan ga ik jullie belastingsverlagingen verlengen. Dus dat creëert een, een bepaalde hefboom. Uh, je moet ook beseffen, uh, Republikeinen proberen wel stokken in de wereld te steken. Maar ondertussen vloeit veel van dat industrieel beleidgeld ook naar Republikeinse staten. En dan krijg je een soort eigen momentum. En, het, het en de Republikeinse dollars, heb ik gezien. En nu, Biden heeft natuurlijk een heel een agenda, bijvoorbeeld ook van het versterken van vakbonden. Daar vrezen sommigen voor dat hij dat echt wel sterk zou nog versnellen eh, bij een herverkiezing. En dat zou wel ja, toch wel een vraagteken zitten want, eh, over de Amerikaanse economie. Want een van de troeven is de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Um, hij heeft natuurlijk heel veel programma's rond ouderenzorg, eh, kinderopvang. Kinderbijslag, sociale programma's die hij hoopt wel meer te kunnen realiseren in een tweede mandaat. Iets wat ook in Europa wel heel positief wordt beschouwd, is dat Biden echt wel menens is om de monopolies van de big tech aan te pakken. Via een strenger monopoliebeleid, mededingingsbeleid. En dat is echt wel voor economen vaak een, een grote bedenking: moest Trump het winnen, dan, ja, dan gaat hij heel veel snel terug uh, dat antitrustbeleid afbouwen. En dan krijgen die grote monopolisten terug de wind in de zeilen, wat toch uh, minder positief zou kunnen zijn. Ja, Trump, uh, dat is natuurlijk altijd een beetje een, 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 een onzekerheid van welk beleid zou hij voeren op het binnenlands uh, vlak. Uh, waarschijnlijk gaat hij terug beginnen over belastingsverlagingen. Voor de begrotingstekorten zal het... Ook sowieso onder een Trump nog meer rode inkt zijn. Maar er wordt natuurlijk ook angstvallig gekeken naar zijn buitenlands beleid. He, men, je hebt het zelf al even over de NAVO gehad, maar ook het protectionisme. Um, de spanning die dan weer zou opbouwen versus China bijvoorbeeld. Terwijl Europa eigenlijk toch een beetje beseft van we zouden beter gewoon handel drijven met de Chinezen. Oké, okay, we kunnen wel een aantal sectoren meer strategisch autonoom maken, maar uh, handel drijven, uh, dat is finaal toch ook in ons belang. En, en, maar dat is nogthans, ook... Ja. Nochtans, nog, het ziet er naar uit dat Trump het wel zal halen. Wel, uh, peilingen zijn één ding. Uh, in, inderdaad, ik heb nu net vandaag een website bekeken die heet polyvot.com. Um, en dan mag, wordt het allemaal een beetje samengebracht en dan zie je dat op dit moment de peilingen uh, goed zijn voor, voor, voor Trump je hebt echter ook zoiets als verkiezingsmarkten uh, wat betekent dat? Ja, simpel gezegd, je kunt op allerlei websites gokken op wie, zal het, wie zal het winnen, Trump of Biden en historisch levert dat soms resultaten op die betrouwbaarder zijn dan peilingen, omdat dat een beetje skin in the game is, van er wordt geld neergeteld van mensen die het levert andere inzichten op. En op die uh, verkiezingsmarkten zien we dat Biden vandaag het iets beter doet. Maar eigenlijk, uh, want het voordeel van die polyvot.com is je kan ook vergelijken met voorgaande uh, historische verkiezingen. En uh, dan zie je eigenlijk dat. Uh, Vorige keer bijvoorbeeld Biden echt al afgetekend een voorsprong had en dat, het, dat Biden dat vandaag niet heeft. Dus ondanks die sterke economie um, ja, uh, staat Biden er minder goed voor dan vorige keer. Dat is iets wat daaruit blijkt. We hadden het is straks over die, 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 die massale subsidies die onder Biden werden um, verleend, um, wat dat heeft geleid tot goede resultaten. Europa heeft de laatste periode ook 830 miljard euro in de economie gepompt. Het programma zal deze week worden geëvalueerd. Heeft dat hetzelfde goede resultaat Gaat ze voor de Europese economie? Of doet de Europese economie het toch wat minder? Ja, wel. kijk, de economische groei, op dat vlak heb ik al gezegd, we doen het veel minder goed dan de Verenigde Staten. Hè? En dat is misschien toch al veelzeggend. Um er zijn natuurlijk specifieke factoren waar we het direct over kunnen hebben, zoals de Duitse economie. Maar wat je heel sterk moet begrijpen in Amerika is: ja, er is die impuls vanuit de overheid, vanuit de administratie Biden. Maar dat heeft een soort hefboom-effect, namelijk er is enorm veel private investeringen ook. Dus ja, je hebt die component overheidsinvesteringen, maar. De, er is eigenlijk nog een veelvoud van private investeringsboom geweest. En dat heb je veel minder in Europa. Dus wij geven wel duur voorzien belastingsgeld uit. Maar de private sector pikt dat niet op. En dan krijg je een veel minder uh, hefboom-effect. En, en, um, en dat is ja, in mijn ogen. Uh, ik heb al veel van dat soort relancepakketten gezien in Europa. En um, ja, de, de vraag is hoe, hoe effectief zijn die? Um, uh, en we gaan nu een evaluatie krijgen, ik kan u zeggen dat dat maar een eerste zet zal zijn, want dat moet nog jaren duren eer je echt een goede evaluatie kan maken. Je kan dat op zo'n korte termijn niet doen, wat dat echt in de economie verandert. Um, maar um, het is toch een beetje een, een risico dat er veel van dat geld eigenlijk verspild is geraakt. We weten bijvoorbeeld dat een heel grote component van dat geld, van dat relancegeld in Europa, naar Italië is gegaan. En daar weten we dat de Italiaanse overheid het eigenlijk niet weet wat ze met dat geld moet aanvangen. Ze wilden zelfs op een voetbalstadion bouwen. <laughs> ja, ja, dat hebben ze dan wel kunnen tegenhouden. En dat wordt dan als voorbeeld gegeven van, zie je, nu is het beter in kwaliteit. Ik heb ook die discussies met de PS-politicus Thomas Dermin al gehad. Van, ja, maar Ivan, deze keer kijkt de Europese Commissie over onze schouders, dus nu gaat het veel hogere kwaliteit zijn, veel mindere verspilling. Ja, als je Oké, okay, men heeft een voetbalstadium kunnen tegenhouden, maar er is nog veel dat gepasseerd is dat niet per se grote economische winsten zal opleveren. En ondertussen de motor van de Europese economie is ook aan het sputteren. Ja, dat is dus het grote zorgenkind in Europa, Duitsland. En Dat is niet de eerste keer natuurlijk. In de jaren negentig was Duitsland ook al eens uh, genoemd als het zieke kind van Europa. De vraag is altijd: hoe, hoe, is dat iets van de korte termijn en herstelt dat zich, dat, zich op, op binnen een paar jaar, of is dat van de langere termijn? Wel, Duitsland is altijd in staat blijkbaar om grote blunders te maken. En we hebben de kernuitstap gehad. Daardoor is onder meer Duitsland veel afhankelijker geworden van Russisch gas. Um, we, we hebben uh, die afhankelijkheid van China. Uh, er zijn zo nog een aantal thema's te benoemen waar Duitsland echt verkeerde keuzes maakt, maar dat zijn geen kleine dingetjes. Dat maakt je echt kwetsbaar op de lange termijn. Waarom is het uh, een slechte keuze om af afhankelijk te zijn van China? Ik bedoel, als dat een export is, wat ja. ik zeg van iets: uh, auto's, dan is dat toch mm. een goede zaak dat die handel. Wel, het heeft in, in, inderdaad een hele periode vruchten opgeleverd, maar vandaag, ten eerste, is het, is het een feit dat de Chinese economie zelf veel minder goed draait. Ze zit in problemen en ja, dan ben je kwetsbaar als je economie zo sterk afhankelijk is van die Chinese motor. En dus, dat is een kwetsbare plek voor op dit moment. Maar anderzijds ja, is er toch een heel andere beschouwing van ja, China wordt als, een, als iets, een entiteit gezien waar we toch wat meer afstand van moeten nemen. Er wordt al onmiddellijk meer ge gewezen op Chinese espionage, Chinese, uh, Chinese, uh, Chinese word, China wordt eigenlijk als een, als een adversary, als een tegenstander meer en meer gezien. En er wordt eigenlijk, en er is ook heel grote druk van Amerika. Bijvoorbeeld op haar halfgeleiders. Uh heeft men eigenlijk gezegd: nee, die mogen niet meer uit China komen. Dus uh, men is echt wel. Mm, en ik zeg het, ik denk niet dat het in ons belang is om ons te laten opjagen door Amerika. Ja. Om even, even hard protectionistisch tegenover China te worden als Amerika. Maar, maar een zekere graad van strategische autonomie. Dat je wat minder kwetsbaar maakt. Hè, bepaalde technologie. Uh, men spreekt over de chips. Men spreekt over. Um, uh, hernieuwbare her 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 hernieu energie, grondstoffen um, er zijn allerlei materies, hè. denk onze Proximus in welke mate gebruiken ze de technologie van Huawei, wat is daar de risico's aan verbonden, dat soort thema's dat leeft vandaag veel meer dan een paar jaar geleden. Ja, maar ik heb de indruk dat voor China en voor de Verenigde Staten de, de handels, het handelsbeleid een, een, een zero-sum game is geworden. Uh, als, ja. als, als, als het slecht gaat uh, bij de ene, gaat het goed voor ons. Uh, ja, als econoom moeten we daar tegengas geven. Moeten we zeggen: nee, handel in theorie kan goed zijn voor iedereen. Uh, als het dan wel een aantal voorwaarden voldoet, zoals wederkerigheid. Uh, dat we even goed toegang krijgen tot de Chinese markt als zij tot de onze, wat niet altijd het geval is. En. Um, gewoon, we zitten in, opnieuw heel simpel gezegd: we zitten in tijden van oorlog. Uh, het is heel normaal dat er dan terug wat meer naar veiligheidsoverwegingen gekeken wordt, meer naar ja, autonomie, zorgen dat je niet te kwetsbaar bent voor een buitenlandse entiteit. Ik ken ook de tegenstem. De tegenstem zegt heel sterk: van ja, maar China is, is eigenlijk geen militair expansionistische staat. Ze is dat op handelsvlak, daar durft ze heel sterk, heel hard zijn, concurrentieel. Di -di Diplomatiek. Maar ze is in heel haar historie, in heel haar geschiedenis, weinig militair agressief tegenover andere geesten. Diplomatiek, wel natuurlijk. Ja en dus dat, dat is het debat uh, we gaan dat debat vandaag niet beslichten, maar het leeft het leeft veel meer dan 10 jaar, 15 jaar geleden, en ik kan alleen maar ik kan ook zeggen, sommigen zeggen ja, het is toch maar gewoon de vrije markt als een grote chemisch bedrijf zaken wil uh, bedrijven in China, is dat toch de vrije markt dat is ook niet helemaal het gevaar uh, het is vaak uh, bijvoorbeeld Angela Merkel geweest die grote uh, uh, chemische Duitse bedrijven een beetje gedwongen heeft om veel in China aanwezig te zijn, daar is toch altijd die invloed ook van de politiek. Het is niet zomaar de vrije markt, er gebeurt ook wel wat meer achter de schermen dan wij denken. Nu, het laatste wat ik over Duitsland zeker nog wil vermelden is zijn autosector. Ja. Dat is natuurlijk een, een gigantische motorsterktehouder uh, van de Duitse economie. Maar die heeft eigenlijk op dit moment gezegd de trein gemist naar de elektrische voertuigen. En, 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 en dat maakt Duitsland veel zwakker dan het zou moeten zijn. En dat, ja, kunt er allerlei. Ik, ik ken nogal wat mensen die daar heel kritisch over zijn. Van dit is voor hun ook een van. Een, hoort ook op de lijst van de blunders. Van de Duitse uh, maatschappij van de voorbije 10, 15 jaar, dat men te conservatief is geweest en te weinig uh, op die kar is gesprongen. En ondertussen staan de Chinezen klaar met hun elektrische auto's, die ja. fel onder de prijs van de Europese uh, zullen gaan. En dus, we moeten, er zijn een aantal tendensen, zou ik zeggen, in Europa breder, specifiek in Duitsland, die toch wat minder korturend zijn. Uh, de demografische tegenwind is veel sterker in Europa: uh, vergrijzing, uh, krimp van de bevolking dan in Amerika. Er zijn ook zaken waarvan ik zou zeggen, wel kijk, die kunnen misschien van tijdelijkere aard zijn, die krijgen we wel hersteld, um, maar in elk geval op dit moment is het heel duidelijk, uh, we lopen echt achter op de Amerikaanse economie op dit moment. Dat we over ons eigen land hebben, er zijn de briljante <laughs> politici met briljante ideeën, ja. uh, Paul Magnet uh, bijvoorbeeld, uh, in, van de PS die droomt hardop over de 32-urenweek en over uh, de aanpassing, de verhoging uiteraard, van het minimumloon. Uh, hij zegt dat zal ons wat meer ruimte geven, uh, mensen zullen wat gemakkelijker uh, aan het werk geraken, omdat ze ja, het wat comfortabeler zullen hebben. Ik, ik, ik denk, ik, ik, de eerste vraag die ik me altijd stel is, als, als een politicus van het kaliber van Paul Magnet, dat zegt in een zaal met een uh, achterban van hoe ernstig neemt hij eigenlijk zijn kiespubliek? Hoe, ernstig, hoe hoog schat hij de intelligentie in van de mensen in de zaal? Want um, voor een economisch heel eenvoudig, als je op korte termijn, ik spreek niet over tendensen op langere termijn, maar op korte termijn zomaar ineens uh, van een 38-uur-werkweek naar 32 gaat, met behoud van lol, dan maak je één uur arbeid ineens 18% duurder. Dus dat is gewoon het duurder maken van uw arbeid. En dus, wat hij, uh, ik zou het eerlijk vinden, moest hij dat gewoon zeggen: van uh, ons beleid is het duurder maken van de werknemers voor de werkgevers. En dan zie je ineens het mogelijke, het mogelijke en het heel reëel risico: namelijk dat het, het gevolg daarvan zal zijn dat er veel jobs verloren zullen gaan. Ik, ik heb natuurlijk die discussie uh, die je dan hebt uh, van mensen, ja maar zie eens, op 100 jaar tijd werken we toch veel minder dan 100 jaar geleden. Ja, daar zijn toch een heel veel haken en ogen aan, aan dat argument. Je moet ten eerste zeggen, uh, uh, de grote sprongen op dat vlak die we gemaakt hebben, dat waren in de beste economische jaren. Dat zijn jaren waar er veel productiviteitswinst is. En dan is er een marge die je kan benutten. En die kan je bijvoorbeeld inzetten om te zeggen. Ah, er is zoveel productiviteitswinst. We kunnen die geven in de vorm van lonen. En daar is serieus wetenschappelijk onderzoek over. Dat, uh, dat onderzocht heeft opnieuw het verschil tussen Amerika en Europa. En, uh, en gewoon vertrekt eigenlijk van. De werkweek is veel korter in Europa dan in Amerika. En de belangrijke factor daarin is de rol van de vakbonden geweest. Maar dat kan een maatschappelijke uh, gebeurtenis zijn dat uh, door krachten in de maatschappij zoals vakbonden men kiest voor korter werkweek, maar men heeft dat opnieuw gedaan in die gouden jaren van de jaren 50, 60 vooral. En dan was er die mogelijkheid. Vandaag is er die veel minder. Um, de productiviteitsgroei is nu nog hoog uit een halve procent. En kijk naar de economische groei. En veel groeit de bevolking niet meer aan, dus we zitten bijna op een halve procent productiviteitsgroei. Um, kijk ook naar de begrotingstekorten. Dat is ook maatschappelijk iets wat je gaat moeten verteren. En dat beperkt de marge hoe je zo'n zaken kunt doen. Uh, laat mij wel wezen... Ik ben hier niet aan het vertellen dat mensen x aantal uren moeten werken. Het, als er individuele bedrijven zijn die daar in goede, verstand, goede verstandhouding met hun werknemers overeenkomsten maken om af te wijken van de norm, dan is dat hun goed recht. Dat is ook wettelijk perfect mogelijk vandaag. Iets anders is van bovenaf, lineair, voor heel de economie een soort regel maken van vanaf nu gaan we allemaal zes uur minder werken. Dan kan ik u voorspellen dat dat leidt tot jobverlies. En uh, ja, de vraag is hoe ernstig we moeten dit nemen. Enerzijds zeggen mensen ja dit is pure verkiezingspraat. Uh, ik, ik, ik ben daar wel bezorgd over. Dat dachten wij ook van de, de verhoging van de pensioen ja. die hij had uitgekondigd ja, en, en doorgevoerd. En, hij heeft, uh, hij heeft uh, je weet natuurlijk nooit met zo'n politici, maar hij heeft toch wel uh, heel uh, duidelijk gezegd van, ik kijk elke kiezer in de ogen, uh, als wij in de regering komen, dan gaan we hiervoor. En uh, dus dat is, lijkt mij dan toch iets minder uh, gewoon oppervlakkige verkiezingspraat. Um, uh, maar waar ik ook heel bezorgd over ben, is het verkiezingsklimaat voor een stuk. Dat we opnieuw in een soort opbodpolitiek komen, van elke partij begint nog sottere ideeën te lanceren. Vorige keer hadden we zo'n zaak rond de kinderbijslag, dat ging echt over, elke partij bood nog een paar euro's extra kinderbijslag. En uh, dat is toch niet waar we vandaag. Dat zijn toch niet. Dat is de eigenlijk de belangrijke vraag is wat zijn onze prioriteiten voor onze maatschappij? En uh, eigenlijk uh, denk ik niet dat dit, dit gedeeld wordt en zeker niet in het noorden van het land. En dan zie je eigenlijk toch dat uh, maniet opgezwept wordt door het waalse klimaat met de PTB, de communisten, die hem tot dat soort radicale beloftes begint uh, te drijven. Dat belooft toch een moeilijke periode. Ja. Ik denk vriendelijk. Alsjeblieft. Doorbraak. 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 Slechts vaker hoor je over... Doorbraak. Want... Doorbraak. doorbraak. ...brengt ander nieuws, anders bekeken. En... Doorbraak. ...is complexloos Vlaams. Doorbraak. U leest en u denkt wat u wil. Doorbraak. Ga naar doorbraak.be en lees een maand gratis zonder verplichting. Doorbraak. Doorbreek de bubbel.